Rijdt door een kuiltje heen en het is gelijk weer klapboom. Nou, hij klapboomt maar een eind weg. Het interesseert me gereed, maar ik ken hem wel kwaad worden. Want de honden maken ook wel eens herrie, die blaffen ook, weet je. En dat mag wel en ik mag niet met een stoel door een kuiltje. Ik weet dat het doordreunt, maar ik heb er zelf ook last van. Ik voel het in mijn rug hoor, ik weet het niet. Die honden slaan ik ze, want die slaat het er wel in en er niet uit. Nou doet hij het ook niet meer. Maar die beesten gingen me toch voor een stuiver tekeer. En die twee lieverds die daar lekker liggen te slapen. Hoe lief. Bleven gewoon rustig naast mij stilstaan. Oké, ik had ze wel kort, maar ze bleven rustig staan. Geen geblaf. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds. Ja, alweer reeds om het beschikkeljaar. Reeds donderdag, want Willy komt. En het is de 29ste van de 2e 2024. En we leven om 12:41. En het begint al goed. Ik rijd. Toevallig kan er niks aan doen. Elwing wou in de binnen, Rijka wou in de binnen. Rijk door een kuiltje heen en het is gelijk weer klapboom. Nou, hij klapboomt maar een eind weg. Het interesseert me gereed, maar ik ken er wel kwaad om worden. Want de honden maken ook wel eens herrie, die blaffen ook, weet je. En dat mag wel en ik mag niet met een stoel door een kuiltje. Ik weet dat het doordreunt, maar ik heb er zelf ook last van. Ik voel het in mijn rug hoor, ik weet het niet. Hij moet eens een keer op gaan houden en niet zijn gaan aanstellen. Een kinderachtig kereltje is het. Die zijn zin niet krijgt. Die zijn zin wil doordrijven. Nou, je krijgt je zin niet. Nee. Wie denk je dat je bent? De koning van onze straat? Nou, echt niet. Je krijgt je zin niet van mij, meneer. Echt niet. Hij moet ophouden. Zo simpel. En anders neem ik andere maatregelen. Ik ga niet dreigen, maar ik neem wel andere maatregelen. Ja. Want ik hou niet van dreigen. Er werd mij al onder een vlog gezegd, niet dreigen. Ik dreig niet. Hij dreigt. Hij dreigt mij tot wanhoop. Mag dat dan? Geestelijke dreigementen is dit, hè. Dat tegen die muur aankloppen. Dat is geestelijke je geestelijk drijven tot iets te gaan doen. Ja, ik ga ook wel iets doen binnenkort als hij zo blijft doen. En dat zal haast wel. Maar het komt goed. Niet met hem, want hij is gewoon... Iedereen heeft last van hem, hè? Hou er rekening mee. Ik ben niet de enigste. Maar ja, het is een nadeel. Hij heeft dat huis gekocht. Ja. Yeah. Daarnaast is het huis ook gekocht. Daarnaast weet ik het niet. En daarnaast weet ik het ook niet. Nee. Maar hij moet normaal doen. Hij moet gewoon... Met hem valt er ook niet te praten. Want hij denkt dat hij gewoon iemand is die hoger staat dan dat ik sta. Of dan dat jij staat. Of jullie. Weet je? Nou, echt niet hoor. Niet in mijn ogen. Echt. Het is ook gewoon een mens van vlees en bloed. En ik kon... Hij drijft mensen tot wanhoop. Nou, hij zoekt zijn wanhoop maar ergens anders, maar niet bij mij. En anders gaat hij maar op een hutje, in een hutje wonen op de heide. Ja, zo simpel. Maar ja, oké. Ik ga... ja, Willy die komt. Het is kwart voor één. Ik ga gewoon met... Ik zag een druppel komen. En hoe groot die druppel is, weet ik al niet eens meer. En of die nog komt, weet ik ook niet. Ja, en dat is pas om 14 uur ongeveer. Nou, dan gaan we een keer eens even lekker met ze lopen. Tenminste, ja,
Het heeft niet zoveel om de voeten hoor, hoe noem je dat? Ja, en dat is van het weer, van het nieuws. En, nou ja, kijk dan, een heel klein heuveltje. Maar mijn haar zit trouwens ook keurig netjes, dacht ik zo. Dus ik ben er helemaal weer blij mee, ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dag. En geniet een klein beetje met ons mee, want ja, Willy komt ook weer, dus ja. En ik ken nog twee flyerpuntjes staan, dus dat maken we burgemeester, hè. Ja, dan is dat maar weer op. En dan moet ik morgen even nieuw halen voor 3 maart. Ja. Hier is het 3 maart. Waarom wil... Oh jee, mijn ring is kapot. Oh jee. Denk ik blijf haken. Shippie. Nou ja, dan moet ik die wegbrengen. Mijn hartjesring. Oh, goedje. Mijn hartjesring. Allemaal hartjes. En nou is die kadoek. Ik heb meer om te maken. Mag ik er even bij? Ja? Loop even door. Ik moet even mijn bakje pakken met nog meer spullen. Moet ik allemaal eventjes wegbrengen. Ja. Moet allemaal even weg. Ja. Even naar Michael gebracht worden. Ja. Maar in ieder geval. Ja, dat vind ik wel balen. Is dat erg? Potverdikkie. Ik hoop dat hij hem kan maken, ja. Maar ja, dat zal wel. Hij is goudsmid, dus ja, komt goed. Wat zou ik nog zeggen? Ja, ik weet even niet meer. Ja, mijn haar zit perfect, toch? Ja, ik heb het zelf weer gedaan, zo'n beetje zoals het moet. Dus ja, ik ben er blij mee. Het zit leuk, ja, grappig. Het is weer wat anders, hè? Ja. Ik heb het een keer eerder zo gehad, maar op een toch wel een, weer wat anders. Maar oké, okay. Ja, nou wordt mijn ring weer te slobberig. Nou ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik verlies hem niet, want dat gaat niet over mijn knokkel heen. Dus ook weer een pluspunt. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet gewoon met ons een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja. We hebben weer even lekker zitten te tuiten, Willy en ik. Even koffie gedronken en een gebakje erbij, de laatste dus. De meisjes die, daar ben ik heel erg trots op, ja. Ik kwam een meneer tegen met 2 honden. Kleiner dan dat Elwing is. Die ene ook zelfs nog kleiner dan dat Rijka is. Maar die kleiner is dan Elwing, dat lijkt op het uiterlijk en het vacht op een lassiehond, maar dan in het klein. Maar dat beestje heeft een hele grote zware rugzak. Die is fel en agressief. En dat ik die man voor het eerst ooit tegenkwam, toen was die hond aan het slaan. Ik zeg, oh, ik zeg, geen honden slaan. Ik zeg, als jij honden gaat slaan, dan slaan ik jou dan met mijn stok. Ik zeg, denk er goed om. Ik zeg, ik moet het niet weer zien. Ik zeg, ook als ik op mijn scootmobiel ben, ik zeg, kom je achterna. Ik zeg, ga geen honden slaan. Ik zeg, want je slaat het er wel in en er niet uit. Nou, doet hij het ook niet meer. Maar die beesten gingen me toch voor een stuiver tekeer. En die twee lieverds, die daar lekker liggen te slapen. Hoe lief. Bleven gewoon rustig naast mij stilstaan. Oké, ik had ze wel kort, maar ze bleven rustig staan. Geen geblaf. Maar we lopen weer op een gegeven moment verder, want we stonden ook even te praten, die man en ik. En hij moest van die ene hond die snuit dicht houden, want anders had hij niet kunnen praten, want die kwam daar bovenuit. Dat kleine hondje, ja, die was aan het keffen, nou, daar kon hij bovenuit komen. Maar op een gegeven moment, we lopen weer door. En dan kwam ik een vrouwtje tegen die hier vlakbij woont. En die had eerst een hondje Spreiky. Daar konden mijn meisjes het aardig goed mee vinden. Maar die heeft ze helaas pas geleden in moeten laten slapen. Maar ze heeft, net zoals wat ik heb met Rijka... ik kreeg Rijka in mijn schoot geworpen door Karen en Roderick... En zij heeft
ook anderhalve week zonder gezeten. Het was zo stil, zo rustig in huis zonder Spike. Ze zegt, ja, ze zegt, ik heb weer een andere genomen. En dat is ook een adoptiehondje. En die heet Pablo. Ze hebben al kennis gemaakt. Het ging helemaal top. Geweldig. Ja, dat hondje wil echt spelen. Maar ja, ik heb twee honden. En dan aan mijn vork, ja, dat gaat het een beetje drie worden. Dus ik had ze wel kort. Dus ja, maar ja, het ging goed. Perfect. Helemaal geweldig. Dus ja, daar ben ik blij mee. Ik heb zulke hondjes. Ja, echt grandioos, lieve meisjes. Hé? Ja. Ik zie spatten op de deur komen van de schutting. Met andere woorden, het begint te regenen. Waar is mijn telefoon? We gaan kijken. Onderzoek regen. Ja, onderzoek regen. Ja, toch? Ja. Gaan we even doen. Kijken hoe hoog de piek gaat worden. Nou ja, dat valt wel mee, maar we krijgen inderdaad wel wat meer regen. Ja, kijk, bij mij niks. Bij die van ik, hè? Daar zie ik maar één heuveltje. Dus ja, wat dat is, we wachten het af. Nou ja, operatie horloge. Ik heb het dus al op 1 maart, maar het is niet 1 maart. Nee, dus ja, hoe we dat moeten hebben, ik weet het niet, want het is nou de 29ste, want het is schrikkeljaar. En hoe ik dat hebben moet, ik weet het niet. Ik geloof dat ik hier morgen maar naar een juwelier toe moet. Dan doe ik dat morgen maar en dan op 1 laat zetten. Want ik weet het echt niet hoor. Ja, het is vrijdag de 1e. Ik weet niet hoe we dat hebben moeten. Ik heb een kriebel in mijn keel. Ken je dat? Nou, het gaat vanzelf wel weer over, ik een oud kereltje ben en anders maar niet. Ja. Nog even wat anders. Ja, we gaan naar onze Mirjam Eleveld toe. Moet dat even wel laden. Mirjam, even geduld, schat. Mijn map moet laden. Hij is een beetje... Ja, hou op jullie. Daar. Daar. Laat jij jouw honden wel eens nakijken bij een dierenarts? Ja, zeker. Wanneer dat nodig is. Ja. Kijk, ik ben ook wel eens verkouden. Daar ga ik ook niet voor naar een dokter. De meisjes zijn ook wel eens verkouden. Ga ik niet naar de dokter. Gandalf, die loopt af en toe ook nog eens een beetje te niezen. Nou, ik heb een kat gehad die heeft niesziekte gehad. Vroeger, heel vroeger. Die is daaraan overleden. Je kan er ook van genezen. Tenminste, een kat kan er ook weer van genezen. Maar dat beestje is toen overleden daardoor. Maar ik weet precies hoe niesziekte eruit ziet en hoe dat hoort. Dus ja. En hij is zo fit als een hoentje. Want ik heb me gisteren rot gelachen. Ik zat een spelletje te doen. Meneer die zit op mijn schoot. En het ging allemaal heen en weer op de computer. En dat kopje ging maar. Nou, ik heb gelachen om dat beestje. Dus hij is zo fit als een hondje, de beestje, echt. Enkel, ik wil hem niet meer voor buiten hebben, want hij wordt wel langzamer. En met springen, ja, hij springt af en toe mis, dus daar kan je aan zien. Hé, hij wordt ouder. Dus ik laat hem niet meer voor buiten, maar in de tuin. En dat vindt hij goed zo. Ja, hij gaat er gewoon in de tuin naar buiten en hij gaat niet weg de tuin uit. En dan is hij ineens weer, miauw. Nou, dan komt hij weer binnen en dan haal ik hem weer binnen. En de meisjes, nou ja, idem dito. Ja, Rijka, dat is een klein hondje. Dus dat maagje is ook kleiner. Ze eet ook niet eens iets veel hoor. Want soms denk ik wel eens, waarom eet jij bijna niet? Maar ze eet wel. Wanneer ik dus mijn geklaag ga maken om met ze weg te gaan, dan is het roetje naar de keuken.
bekje vol, rotsie naar de bank. Laat ze het los en dan peuzelt ze daarop. En dan kijkt ze mij aan, van kan ik nog? Hoe ver is vrouwtje? Oh, ik ga nog een keer een hap verhalen. Nou, dan roet ze weer naar de keuken, bekje vol, neem ze weer mee. Nou, en als ik dan toe ben aan snoepjes, want ze krijgen altijd allebei een snoepje van Vrolijk. Mini Vrolijk brokjes. En dan komen ze bij de rollator en dan komt ze tegen de rollator op te staan. En dan krijgen ze allebei een snoepje. En dan vliegt ze gelijk weer naar de keuken. Haalt ze weer een bekje vol op. Peuzelt ze weer op en dan ben ik eindelijk aan haar toe om mijn halsband om te doen. Nou, en dan, ja... Zo gaat dat hier. Ja, en ze krijgen ook lekkere dingen, zoals ze hebben net zalmhuid gehad en ze krijgen koekjes, dat weten jullie. En ik heb nog meer van de week even wat gehaald voor ze. Dus ja, dat vinden ze lekker. En ze leggen nou lekker lief te slapen. Hoe lief. Rijk hij de oogjes wel open, maar ze legt gewoon daar lekker. Toch lief. Ja, zeg het maar meer, want ze zien er goed uit. Dus ja, ze zien er echt geweldig uit. En ook Kandel ziet er geweldig uit. En ze zijn niet ziek of zo. Rijka, ja, die geeft gewoon af en toe eens over wanneer zij een te volle maag heeft. In plaats van dat ze het eruit poept, gooit ze het op die manier uit. En dan is ze even misselijk. Ja, even last van de buikie of een krampie of wat dan ook. Ja, hebben wij ook allemaal wel eens. Plus ja, het weer helpt ook niet mee, hè. Wie is er nou tegenwoordig momenteel niet ziek? Ja, ik ben nu niet ziek. Maar ik ben ook wel eens misselijk. Draaierig. Het weer, het is grijs, het is grauw, het is triest. Maar ga je naar buiten, moet ik toch mijn zonnebril op. Want die lucht is hartstikke scherp. Doet zeer aan je ogen. Je wordt er chagrijnig van. Happen die net zo goed? Ja. Nou ja, daar ga je niet voor naar een dierenarts toe. Nee. Daar ga je zelf ook niet voor naar een arts toe. Hé, meisjes? Nee. Maar wanneer het nodig is, ja, dan laat ik ze echt wel nakijken. Dat heb ik altijd al gedaan en dat zal ik blijven doen ook. Ja. En anders moet je geen dieren nemen als je dat niet doet. Nee. Als je ze zo laat kamperen van de pijn of weet ik veel wat. Je merkt toch dat je dier iets heeft, dat pijn heeft of wat dan ook. Ja, van de week ook had dat Karin onverwachts kwam op 25 februari. Toen had Elwing ergens pijn aan het voetje, aan het pootje waar ze op staat. Dus Karin heeft eventjes aan het voelen geweest. En dat bleek dus een spiertje. En ik kan het best wezen dat het spiertje even verrekt had. Maar het is nou weer goed. Dat heeft eventjes geduurd. Anderhalve dag misschien. Maar ze doet weer normaal. Ik mag er weer aan zitten ook. Dus ja. Hoe dan? He, dan hoef je daar ook niet voor naar een arts toe. Dat is gewoon... was ook niet gewond of wat ook. Ze had geen glas. Had niks. Want ik controleer zelf ook... hun pootjes regelmatig op dat ze nergens in hebben gestaan of wat dan ook. Hé, dames van het goede leven. Ja. Dus ja, dat dus, lieve Mirjam. Ik hoop dat ik jouw vraag voldoende heb beantwoord. En ik wacht weer vol ongeduld naar een nieuwe vraag. Ja. Dus deze halen we weer weg. Ja, er staat nog een vraag, maar je weet, ik kan dat nou niet, want ik ben te veel met iets anders bezig en je weet wat. Ja, dat weet je. Ja, jeuk aan mijn kin, zo. Dus ja, en als je dat niet weet, vraag je het maar. Ja, iedereen weet het. Mijn Facebook staat er ook vol van, dus ja. Dan moet jij, dacht ik, ook weten. Maar in ieder geval, lieve schat, kusjes. En ik hou van je, dat weet je. En ik heb contact met je dochter, ook dat weet je. Dus komt helemaal goed, liefie. En hou je taai. Wij denken aan jou. Oh, ze is een tofzuiger. Willy is boven bezig. Ja, moet ook gebeuren.
En het is 2:30, dus tijd om mijn vlog te gaan delen die vandaag net online is gekomen om 14:30, dus nu. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden en lieve Mirjam, ik hou van jullie allemaal. En als jullie van mij houden, ben ik helemaal blij en gelukkig, helemaal top. Ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, we gaan hardlopen en een beetje toe. Ja, ik ben heel erg moe. Ik heb mijn werkzaamheden klaar voor vandaag. Ik heb zelfs nog even een spelletje gedaan. En het is nou tijd om te gaan slapen. De meisjes zijn ook al uit geweest. Halverwege de avond, want het miesert en dat is nat. En dan worden ze nat. En ja, ik denk, ik moet geen natte meisjes op mijn bed. Dus die zijn alweer lekker droog. En daarnet nog eventjes de tuin nog in geweest. Nou, Elwing had zoiets van, bekijk het maar, ik ga weer naar binnen. Ook goed, dus we gaan lekker naar bed. Ze zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!